In gesprek met Rob Lamers, directeur van basisschool De Wingerd, een school voor speciaal onderwijs en gevestigd in de wijk Padbroek in Kuik. Goedemorgen, ik ben Rob Lamers, directeur van SBO De Wingerd in Kuik. Jullie zijn vandaag bij De Wingerd op school, omdat wij 50 jaar bestaan. En daar willen we wel graag wat aandacht aan schenken in dit item op Vaderwiel TV. De Wingerd is een SBO-school. Dat betekent dat wij een regionale functie vervullen voor leerlingen die op het regulier onderwijs moeite hebben met leren of soms in ondersteuning van gedrag iets meer nodig hebben dan daar geboden kan worden. De school bestaat uit 100 leerlingen, we zijn met 26 man personeel en we doen ongelooflijk mooie dingen hier om kinderen weer in ontwikkeling te krijgen en ze aan het leren te krijgen. En daar staat plezier en rust vooral voorop. Al onze leerlingen, als ze worden aangemeld op school, dan komen ouders kennis maken. We hebben een gesprek en een rondleiding. En alle kinderen, daar maken wij een speciaal plan voor. Daar staat eigenlijk in wat je als leerkracht moet doen om deze leerling in ontwikkeling te krijgen. Soms is dat een plek vooraan in de klas. Soms zijn dat rustmomenten gedurende een dag. En soms is dat ook met spelling moeten we ondersteunen door dingen visueel te maken, door het te laten zien. In een klas staat de leerkracht en er zijn ook onderwijsassistenten. We vinden de groep heel belangrijk, omdat elk kind, elke mens wil erbij horen. Dus je hoort bij de groep. We gaan niet kinderen steeds de klas uithalen om daar te werken aan rekenen, taal of spelling. Maar we proberen zoveel mogelijk in de klasse onderwijs te verzorgen. Dat is de basis en dat zorgt voor een gevoel van veiligheid. Op dit moment hebben wij 8 groepen en er zitten ongeveer tussen de 8 en 15 kinderen in één groep. In totaal zijn het 100 leerlingen in ons schoolgebouw die horen bij De Wingerd. En verder werken wij samen met bijvoorbeeld Mikado, school voor speciaal onderwijs, en Uniek met een OPD. En ook het samenwerkingsverband Stromeland heeft zitting in ons gebouw. Dus er gebeurt meer in dit gebouw dan je op het eerste oog zou denken. Onze leerlingen leren natuurlijk in de klas vanuit een boek. En we hebben hartstikke mooie digiborden waarop we filmpjes kunnen laten zien. Maar leren doe je vooral ook in de praktijk. En daarom gaan wij elke week met onze kinderen de wereld in, Kuik in. Kinderen gaan koken, gaan naar verschillende bedrijven, soms naar winkels, bijvoorbeeld zoals het Kruidvat, waar ze leren hoe dat werkt met het magazijn, dat je producten in het schap moet zetten of hoe een kassa werkt. Soms naar een loonwerkersbedrijf waar het gaat over de landbouwvoertuigen die daar zijn gestald en hoe dat dan werkt. En soms naar een dierenpension om te zien hoe dat je dieren verzorgt. Het is heel divers. Deze leerlingen zijn de afgelopen tijd naar verschillende bedrijven gegaan en we gaan even vragen wat ze daar hebben gedaan en wat ze daarvan vonden. Vertel, waar ben je geweest, Venne? Bij een massagesalon. En wat heb je daar allemaal gedaan? De juffrouw gemasseerd. De juf gemasseerd. En wat vond je daarvan om dat te doen? Leuk. Volgens mij ben je bij de kapper geweest, of niet? Vertel. Er zijn producten waar je voor je haar gebruikt om het mooi voor kruiming je haar, dat het je haar mooi blijft. Kun je een voorbeeld geven van zo'n product? Je hebt bijvoorbeeld shampoo die je kan doen dat je haar gemakkelijk mooi blijft. Dat je het goed kunt kammen? Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Milan, wat heb jij gedaan? Ik heb Chinese groentesoep gemaakt. En dat konden we ook proeven. En dat was super lekker. Ja, is het goed gelukt? Hartstikke goed. Hey, Savana, waar ben jij geweest? Ik ben aan de massagesalon geweest. En wat heb je gedaan? Ik heb zelf ook een massage gekregen en verschillende technieken geleerd. Waar ben jij nog meer geweest? Ik ben met een nagelsalon in Meel geweest. En dat was echt heel erg leuk, want mijn moeder die is ook nagelsaliste. En dat vind ik dan echt heel erg leuk, want ik wil misschien ook nagelsaliste worden. Vertel, je bent ook bij de kapper geweest, zie ik. Ja, het was leuk. En wat heb je daar geleerd? Hoe je schaar leert vasthouden en hoe je knipt.
Dus je moet steeds kleine beetjes eraf knippen? Ja. En ik zie op de foto dat je ook zelf hebt geknipt. Wie zat er in de stoel? Juf Nancy. We mochten haar haar knippen. Oh, je mocht juf Nancy's haar knippen. En was ze er tevreden mee? Ja, ik denk het wel. Volgens mij ben je gaan koken. Wat heb je gedaan? Paprika, kip, rijstschoten gemaakt. Waar ben jij geweest om te koken? Harlekijn ook. Ook bij de Harlekijn. Hoe ga je daarheen? Met de bakfiets. Ja, meestal met de fietsen, hè, die we hebben gekregen. Of met de BSO-bus. Een elektrische kar. Hoe vind je dat om daar mee te gaan? Heel leuk. Wat vind je ervan dat de school fietsen heeft gekocht? Wil je daar wat over zeggen, Fenne? Ja, ik vind het heel fijn, want als je dan je fiets niet zelf mee kan nemen, kan je toch mee fietsen. Ja, kun je toch mee, hè? Ja. En zonder de fietsen was dit allemaal wel heel ingewikkeld geweest. Had je dat gemist, denk je? Ja, denk het wel. Nou, dankjewel dat jullie daar iets over wilden vertellen. En onze bedoeling is niet dat kinderen meteen een beroep leren, maar dat ze zo wel leren wat hun talent is, waar hun interesse ligt en zodat we dingen warm kunnen maken. En dat het vuurtje gaat branden en dat ze weten, hey, in de toekomst wil ik misschien wel daar gaan werken of wil ik dat worden. En behalve dat kinderen er heel veel van leren, is het ook gewoon heel erg leuk. Wij weten zeker dat als kinderen 's avonds aan de tafel zitten, tijdens het eten, dat het dan niet gaat over de rekenles, maar dat het gaat over waar ze zijn geweest of wat ze die dag hebben gekookt. Nou is het natuurlijk zo dat onze leerlingen uit heel land voor Kuik komen. We kunnen niet zomaar zeggen, goh, neem je fiets mee en we gaan naar Technopromo of we gaan naar de keuken om te koken. Dus hebben we zelf, in samenwerking met Bike Totaal in Kuik, 25 fietsen aangeschaft. Die fietsen staan gestald in een mooie stalling. Daar staan ook twee BSO-bussen voor de jongere kinderen die nog niet kunnen fietsen. En op die manier kunnen wij met één of twee groepen tegelijkertijd zelf Kuik in om daar in de praktijk te gaan leren. Iets wat we heel graag doen en elke week meerdere keren op poten zetten. Wat een mooie dag. Normaal.